Ja, ik heb er lang over gedelibereerd van, hoe gaan we dit doen? Ga ik werken met een stunttepel? Ga ik een prothese laten bouwen? Best wel hard aan gewerkt. Uiteindelijk, ga ik toch voor authenticiteit. Dat vind ik belangrijk. Dat zijn mijn eigen tepels. Ruben heeft het moeilijk. Voelde me wel een beetje aangerand door twee tepels. Want die act, dat was gewoon goor. Nou, ik zie hem dit doen. Ik hoor het geluid. Ik denk, oké, kan ik hebben. Ik denk, ik ken die tepels van de kinderboek.